Eén trein was niet genoeg, nee. Hé? Nee, ik pak de andere kant ook nog maar eens. Ik kruist elkaar, hé? Lacht eens goed. It's a revolution. Goedemorgen, het is 5:00. Het is super hard aan het regenen. Fuck day. Het is echt super slecht weer, jongen. What the fuck? Ha, ik ben moe. Ik heb maar 2 of 3 uur geslapen. Nu terugwerken tot 10:00 's morgens. En dan ben ik even thuis. Het probleem is dat als ik thuis ben, dan moet ik eigenlijk slapen. Snap je? Want dat is dus een tijd dat ik echt kan slapen. Hè? Het gaat weer een superleuke vlogdag worden vandaag. Nee, ik probeer er altijd het beste van te maken. Hè? Oh. Voilà, mijn eerste klanten zijn uitgestapt. Ik ben ook even een broodje gaan halen. Ik ga dat even thuis rustig opeten. En daarna terug werken. Hè? Ik heb nu een uurtje vrij. En dan werk ik. En dan van de middag als ik thuis ben, moet ik een koffertje gaan maken. Een liedje schrijven. Voor M&M de vrijdag. Ik weet totaal nog niet waarop dat ik juist een liedje ga schrijven. Want ik heb alokes al. Ik heb vliegen in een bak. Ik heb echt superveel dingen al gemaakt. En vanaf nu gaat dat ook elke week zijn. Maar dan elke week op M&M. Ik weet zelf nog niet wat ik ga doen. Maar we vinden dat wel, hè. We vinden dat wel. Trouwens, voor de mensen die hun eigen afvragen waar het de stand is tussen mij en de muis. Het is 7-0 voor de muis. Ik moest dus stil zijn, want er waren binnen nog mensen aan het slapen. Het was een super lekker broodje, man. Zalm met Philadelphia en rucola. Ik ga nu terug naar mijn werk vertrekken. De brandweer ophalen. Brandweermannen. Gaan we zo aan jouw venten zo. En dan ga ik terug naar huis ernaaien. Om weer even te rusten. En dan moet ik terug gaan werken. Ja mannetjes, vandaag is het echt een autovlog. Ik moet werken, dus ik kan er niet veel aan doen. Just mijn laatste kleintje weer naar huis gedaan. Nu ga ik zelf naar huis. Nu ga ik mijn video's nog wat editen thuis, bewerken. En dan een dutje doen, want ik ben super moe. Ik heb heel weinig geslapen deze nacht. Dus dan ga ik even... Yo! We zijn thuis. Thuis! Ik ga nu... Mijn tieten wegsteken. Ik ben nu mijn vorige vlog aan het editen. Ik ben per video ongeveer 4 tot 5 uur bezig om alles perfect te krijgen. Superveel werk. Plus dan nog eens heel een dag filmen. Dus zeker niet te onderschatten dat vloggen. Zeker niet. Maar het is heel leuk om te doen. Ik heb juist het script doorgekregen van M&M. Ik moet eigenlijk woensdag een toneelstukje doen. En we gaan dat opnemen allemaal. Maar de juiste bedoeling is, weet ik zelf nog niet helemaal. Maar de titel is... Jamila is een Hollander. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb juist script doorgekregen. Dat moet ik nog helemaal in mijn kop leren. Tegen morgen. Tegen vrijdag moet ik voor M&M nog een heel liedje schrijven. Uit mijn kop leren. En brengen. Elke dag vloggen. En tot 4-5 uur besteden aan bewerken. En nog eens werken ertussen. Ik heb een super drukke week. Super, 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 super druk. Ik hoop dat ook iedereen mij zeker blijft steunen. In alles wat ik doe. Zonder jullie ben ik er ook niet natuurlijk. Hè. Dus dank u. Voor alle mensen die mij al super lang volgen ook op Facebook. En die mij... Die gewoon in mij geloven. Dank u wel. Dus ik kan nu heel even mijn script leren. Voor hetgeen wat ik erin krijg. Dan zie ik jullie zo bij. Maar ik heb juist dit meegemaakt. Ik was mijn haar aan het stijlen. En die was aan het opwarmen. En op een gegeven moment, ik was een koekje aan het eten met een laagje chocolade over. Mijn gsm gaat af, dus ik loop naar de living, leg mijn stijltang neer. Oké, ik kom terug. Maar ik had dat koekje neergelegd en ik heb die stijltang er recht opgelegd. Waardoor dat nu heel die stijltang vol met chocolade hangt. It's fucked up. Maar buiten dat, ik moet nu terug gaan werken. Mijn pauze is weer al voorbij. Het is echt een saaie werkendag. Gewoon een saaie werkendag. Niks speciaals. Just a usual day. Like all days. Always Coca-Cola. Oké, doe gewoon normaal. Man, wat heb ik zin in morgen? Wat heb ik zin in morgen? In overmorgen? In de dag daarna? Mijn tanden ga ik samen met de Sven. Dat is mijn buddy die gaat elke dag met mij meegaan, jongen. We maken niet uit, we gaan naar haar tinnen. Wij gaan verschillende plaatsen doen. Dat gaat gewoon geweldig leuk zijn. Dat gaat super leuk zijn voor te filmen. En ik hoop gewoon dat dat super leuk is voor jullie om dat te zien. Dat dat even leuk is voor jullie om te kijken.
als dat voor mij is om te beleven. Dus ik zie jullie straks. Aangekomen op het werk. Oh, you let your bitter heart go to the side. Get your mama. Ik ga nu de kinderen van school halen. Alleen niet mijn kinderen, hè. De kinderen van een school. Dat is ook voor mijn werk. En dan moet ik kinderen van school naar huis gaan brengen en zo. Dus dat ga ik nu doen. Dan ga ik terug naar huis om hopelijk even te slapen. Eventjes maar. Al is het maar een kwartier. Mijn schoonzus is jarig vandaag en ik ga daar nu in om een gelukkig verjaardag te wensen. Ik ben aangekomen. Niet pijn doen. Jij zegt mij nog één keer slag dat ik je neus harder heb. Dus ik ben nu nog even in de keuken met mijn broer en schoonzus. En ik ga direct werken, want mijn baas heeft gebeld voor een extra tour. Dus dan doen we dat. Esje, Mila gaat naar huis. Nee. Jawel, Mila gaat naar huis. Nee. Nee. Mila moet naar huis. Nee. Waar moet Mila eten? Hier. Hier? Ja. Nee, Mila gaat naar huis. Tada, Esje. Nee, zitten. Tada. Da. 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 Ik stond hier op een treinspoor. Altijd. Als ik op de baan aan het rijden ben en ik ga over een spoor, dan is er een trein. Altijd. Die treinen zijn allemaal met elkaar geconnecteerd. En die sturen allemaal een bericht van oké, Jamila komt eraan. En dan gaan die barrelen dicht en dan begint dat hier allemaal in het rood te pinken gelijk op de Stinkse Voor. Geloof me dat vrij. Altijd. Oh ja, ik ben trouwens onderweg naar huis nu. Ik heb mijn extra klantje gedaan. Nu ga ik even naar huis. Hopelijk een beetje slapen. Och, germe. Zo'n mama met haar kindje aan het lopen in de regen. Dat vind ik zielig. Eén trein was niet genoeg, nee. Hé? Nee, ik pak de andere kant ook nog maar eens. Ik kruist elkaar. Hé? Lacht is goed. En barrel is open. Dat was echt het nutteloosste stukje video ooit. Oké, ik moet echt even mijn ogen dicht doen. Want ik denk dat gewoon ook al gemerkt dat ik vandaag echt gewoon een wrak ben, maat. Dus ik moet over een uur terug opstaan voor te gaan werken. Dus ik ga echt nog even een uurtje slapen. Tot strijk. Wauw, jongen. Echt. Dat is te kort, deze dutje. Het is fucking aan het regenen buiten. Wind vol een bak. Storm echt. Het laatste rondje voor vandaag. Ik heb nog niet gegeten. Dan zat er zo'n kei groot lekker bord spaghetti voor mijn neus. En dan moet je dat vaarwel zeggen. Omdat je moet gaan werken. Dat is echt aan het laten. Lekker. Voilà, het was weer een goede werkdag. Morgen de lessen. Morgenavond naar M&M. En dat gaan we ook filmen natuurlijk. Sven gaat ook mee. En voor de rest ben ik nog iets vergeten. Ja, zeker abonneren op mijn kanaal. Een duimpje geven, dat mag ook altijd. Ah ja, wat hebben we geleerd vandaag? Geen zak. Slaap wel. Tot morgen om 18 uur terug naar een nieuwe vlog online.